Het is zijn eerste jaar in de Eredivisie. Fabian Serraren, de spits van de Graafschap. Zijn trainer, Henk de Jong, heeft hem al gebombardeerd tot vreemde wortel. Volgens mij valt het wel mee, maar ik heb met hem afgesproken vandaag. We gaan het gauw genoeg merken. Normaal moet ik heel hard nadenken, wat ga ik met de voetballer doen? Met jou had ik alle kanten op gekund. Ja, zeker ja. Daarom, ik vind het wel leuk wat je gekozen hebt eigenlijk. Ja, ja. Ja, want de kijkers weten het nog niet, maar we gaan naar de escape room. Want we hadden ook kunnen motorrijden, tekenen. Ook. Muziek luisteren. Ook. Kunst bekijken. Van alles. Aan de ene kant brede interesse, aan de andere kant ook dat ik best wel verveeld raak op dingen, zeg maar. Dus ik kan heel snel switchen van het ene ding naar het andere. Eigenlijk is voetbal het enige wat je altijd wel meer dan gemiddeld leuk vond. Ja, ja, een van de weinige dingen. Maar ja, er zijn ook dingen bij voetbal die ik niet leuk vind. Nee? Dus, wat vind je niet leuk bij voetbal? Ja, trainen bijvoorbeeld. Trainen echt niet? Nee. Dat is op zich wel een cruciaal onderdeel. Ja, maar ik bedoel echt gewoon warmingen, zonder bal. Loopjes, sprintjes. Zonder bal. Maar dat zonder vindt bal. Geen één voetballer leuk, denk ik. Jouw trainer noemde jou een vreemde wortel. Die uitspraak heb je heel vaak gehoord. Ja. Hoe klaar ben je daarmee? Ja, het is voor mij nu gewoon heel normaal geworden. Dus het gaat de ene oor in en de andere weer uit. Je mag me zo blijven noemen, dat vind ik helemaal niet erg. Nee, maar eigenlijk zijn alle andere voetballers gewoon een vreemde wortel, toch? Ja, ja, redelijk normaal. Eigenlijk wel. Ik ben een van de normaalste. Lassie! Kijk, hij mag ook gewoon een wortel. Kom mee, we gaan escape room pick. Kom mee. We kunnen wel wat hersens gebruiken. Ja, je mag geen... Geen proefkaart inzetten? Nee, het zou zomaar eens een hele zware middag kunnen worden. Hoe lang hebben we? Ja, geen idee. Van wie krijg ik een belletje als je niet thuis komt? Ja, ik denk niet dat veel mensen mij missen. Ik zit helemaal alleen in Arnhem. Dus, oh, nou, dan zie ik geen probleem. Nee, daarom kunnen we lekker hier blijven. Ja. Ja, kijk, wie heeft dit gedaan? 1-0 voor Frey. Ja, ja. Ja, je kan wel wat. Find the code to start your journey. Het kunnen cijfers en letters zijn. En cijfers en getallen. Zal ik gewoon gokken? Als hij goed is. Puur op de gok. Misschien kunnen we beter gewoon naar het casino of zo. Ja, daar ben ik als wel dit goed is. Oké, je... Je? Hoe kom je bij je? Het staat toch hier of niet dan? Je houdt wel van muziek ook, toch? Ja, ja. Hou je van dus klassieke muziek? Ja, vooral dit, ja. Ja, echt? Ja. En want ik kan ook altijd nog een mooi nummertje hieronder zetten. Ja. Rock hou je ook van, toch? Rock vind ik ook leuk, ja. Of gaan we meer voor... Iets op tempo, zeg maar. Bassie en Adriaan. Dat we iets aan het oplossen zijn. Precies, toch? Die moet ook altijd dingen oplossen. Deze is al open, hè? Moeten we niet gewoon daar doorheen? Ja, we gaan. Toch? Ga jij eerst? Dit is voor jou gewoon net zo'n normale deur. Dit is voor mij een normale deur. Hij maakt hem gewoon. Ah, ik heb heel veel zin om jou nu hier doorheen te zien. Ah, shit. Jezus. 3 uur later. Wat moet ik met jou? Ja, ik ben tenminste dom en klein. Ik kan gewoon door die koelkast heen. Ja, dat zijn jouw kwaliteit. Jij bent dom en groot. Kijk, we zijn hier. Hé, hey, maar we zijn hier, hij is open. 12,5 minuut is niet slecht voor het de eerste keer. Het was niet 12,5 minuut. Dat weet helemaal niet. We hebben hier kapot lang over gedaan. Hoe vond je het zelf gaan? Op een schaal van 1 tot 10? Ja. Ik denk 8. 8? 7,5. Zeg maar, we vullen elkaar heel goed aan. Ja, nou, ja, dat is wel een mooie conclusie. Dat is een hele mooie conclusie. Toch? Dat is voetbal, teamsport. Ja, ja, maar jij een houdt mooie niet wijze van... les voor de kijkers. Ja, jij houdt niet van voetbal. Jawel, ik vind het echt heel leuk. Je kijkt ook geen voetbal, je hebt niet eens Fox Sports. Je kan het niet eens kijken. Ik ga dit opnemen. Oh, nee. Komt dit op YouTube? Dit komt op YouTube. Ik heb wifi thuis. Oh, dus gekhuis. Nou, ik hoop dat je wat beter bent met die wifi dan dat je hier was.